Loopt die? Ja, hij loopt. Loopt die? Een hele goede dag allemaal. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Digging Up The Past. Goedemorgen! Ik heb mijn grote maat ook weer mee. We gaan een keer even samen zoeken vandaag. Even gezellig. Hele nieuwe omgeving. Zeker weten. En we gaan kijken voor middeleeuws en zo. Hè? Ja, dat hopen we wel altijd te vinden. Ik ga voor de spijkers. Ga je voor de spijkers? Ik ga voor de spijkers. Oké. Okay. Want volgens de gasten hier hadden, denken ze alleen maar spijkers te vinden. Ja, dat is wel grappig. Ja. Wat bel je behoedje voor toestemming? Ja, je mag het zoeken, maar volgens mij vind je alleen een spijkers. Nou ja, laat ze maar praten. Wij weten het wel. Ja. Tot bij de eerste rond. Goed, de eerste vondst van dit veldje is een gespie. Ja, even kijken. Kijk eens wat we hebben. Een kastbeslag. Ja, duidelijk van, volgens mij is het een slotplaat geweest, ja. Leuk. Kijk, mooi vindt even een oud haakje. Nou, coinballetje. Ga eens even kijken wat erin zit, beste kijkers. Nou, dan moet het hierin zitten. Nog steeds niet. Het wordt spannend. Nou wordt het... Ja. Ja, we hebben een muntje. Het zal een duitje zijn, ja, die niet meer leesbaar is. Jammer. Alles. Yo. Jij ook, Hiro? Ja. Heet je nou, wat of niet? Ja, twee muntjes. Muntjes. Kopen zeker? Ja. Oh, ja. Ik heb ook iets wat te kopen lijkt. Veel glit meer. Heb je een kwaartje? Kwaartje? Het ziet eruit als een kwaartje. Even een beetje clean, hè, boy? Is dat weer feest? Ja, het is feest. Eindelijk. Het is voor boy feest. Oei, boy, wat is dit? Even een beetje knap doen de volgende keer. Niet met je schepper in raggen. Maar nee, goed, het is een 25 cent. Het ziet eruit als een Willem 2. Oké. Okay. Godver. Dan is het nou weer net jammer dat je hem gekrast hebt. Ja, ja. Want die zijn nog wat centjes waard. Hé? Hey? Oké. Okay. Ik weet nog wat muntjes is. Leuk, Wilpje 2. Kijk, die boy gaat als een speer, joh. Oh, dat gaat achter elkaar door. Even kijken, dan een duitje zo te zien. Een halve cent, Willem. En dit is een zink, dat is een oorlog. Nou, mooi herkenbaar. Oh, weet je wat dat is? Een dopje van een tindeldoos. Oké. Okay. Ja, het is allemaal wat. Een tindeldoos is, dat maakten ze vroeger een soort aanmaakvuurtje was dat. Ja, dat is een scrap. Maar leuk vond ze. Dit lijkt toch wel een munt met een krek met een kogel gehad. Nee joh. Die werden vroeger gespijkerd. Deze. Als bijgeloof aan de gevel of zo. Of het waren een teken van, nou, deze muntjes werden niet meer geaccepteerd. Ja, ja. Maar wat is het voor een, hè? Geen idee. Oh, het is een leeuwencent. Nou ja, toch. Ja, oké. Okay. Een klein musketkogeltje. Nou ja, dat gaat wel aardig nu. We vinden veel munten, maar een hele hoop natuurlijk onleesbaar. Het is niet de moeite om te laten zien. Het zijn voornamelijk allemaal duitjes. Maar zo nu en dan vind je een musketkogeltje in verschillende maatjes. En dit is een beetje de kleinste ervan. Nu vind je niet zo vaak. Op naar de volgende. Op stap vandaag. We zijn weer even op stap. Ik moet samen met Fred. Ben ik even aan het zoeken vandaag. Voor een heel leuk gebied. En deze kwam al vrij snel. Een dupje volgens mij 1882. Van Willem 1, 2 of zo. Dan moet ik even thuis schoonmaken. Ja. Wat was van jou? 19. Ja. Fredje is er even een tijdje uit geweest. En als je wil, lekker met mij aan het zoeken. Ja. En duppie, 10 cent. Lekker hoor. Een heel mooi leesbaar muntje erbij. Het is een stadje Utrecht. Onwijs scherp. Leuk. Een Hollandse oord erbij. Ik dacht even, wow, dik zover. Maar nee, dat is het niet. Het is gewoon een Hollandse oord. Met een maagd en een kooi. Nou, die hebben jullie vaker gezien natuurlijk in mijn video's.
is niet echt helemaal leesbaar meer, maar ja. Leuk. Weer nog een muntje erbij. Weer een duppie. Willempje 2, 1849 met punt. Ja. Weer een duppie, zegt hij. Alweer een. Gaat lekker. Gaat echt lekker. Leuk stukje. Ik heb een maatgewichtpakje gevonden. Ja, leuk. Dag, hallo beste mensen. Leuk dat jullie kijken naar alweer een andere zoekdag. Vandaag ben ik met Dini aan het zoeken. Ja, daar. En Brian. En de man van Dini, als ik het goed heb. We zijn lekker bezig, we zijn lekker bezig. Ik zal je vertellen waarom. Vermoedelijk heeft hier een gedeelte van een slag afgespeeld. En ik heb al bewijzen. Ik zal het even gelijk laten zien. Kijk, we beginnen met aardig wat musketkogels. Heel veel zoekers hier. Die hebben eigenlijk allemaal al een kogel gevonden. Dat is een goed teken. Maar, het mooiste ervan is... Kijk, heel veel oorlogen vind ik niet interessant. Tweede Wereldoorlog, maar deze is wel heel leuk. Nou, dit is dus een regimentknoop. En hij is nog heel mooi aardig leesbaar. Het is een... Ja, regimentknoop met nummertje 49, oftewel bataljon 49. En ja, die kogels en dit zullen vast zeker weten wel wat met elkaar te maken hebben gehad. Nou heb ik niet veel verstand van regimentknopen. Misschien weet een van de kijker het die op dit moment kijkt. Nummertje 49 inhield. En ja, ze hadden natuurlijk takenverdeling ook. Ik vraag me af, een kenner die het nu ziet, ja, of die misschien weet, ja, of hij hier wat meer over kan vertellen. Dus regiment nummer 49. En we gaan door, want het is zeer interessant hier. Nou, dit is zo'n beetje wat er te vinden is. Het is niet veel, maar we vinden ook voor de rest niet komt anders. Komt hij naar me toe? Hey, is dit niet een trekker? Ik zeg maar, het voelt als aluminium. Ja. ik zeg, hadden ze in die tijd wel aluminium? Ja. Maar goed, dit is de enige interessante vondst. In het begin dachten we, hey, dat is misschien wel wat interessant. Maar nou, daar vind je er zoveel achter elkaar, echt. Maar wat heb jij gewonnen? Een tinnen label? Een tinnen label. En een stukje van de steel. Oké. Nou, dat is toch nog weer wat anders, hè? Ja, ja, zeker, ja, ja, zeker. En wat heb jij? Wat zijn jouw vondsten? Wat is dit? Wat is dit? Jij hebt toch wel wat anders als musketballen, hoop ik? Oh nee, toch? Ja, hetzelfde. Hetzelfde. En een loskogelpuntje. Ja, 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 ja. En net zoveel musketkogels, hè? Oh. It is what it is. Jij ook veel musketkogels? Drie. Ja, je vindt niks anders dan dat. Maar goed, we gaan weer even verder. We gaan even aan de andere kant van boerderij even proberen. Okay. Even kijken, wat is hier allemaal gevonden? Het ziet eruit als een penning. Aluminium. Ja, ik ga ook voor een penning of voor een inenting ding. Ja, misschien hondsdolheid inenting, ja. Ja, het wordt lastig met schoonmaken. Het is aluminium, het is zwaar geoxideerd. Dus... Ik denk dat je niet meer zichtbaar kan krijgen, maar we hebben weer een leuk vondst. Hey, kijk, zie je? Belangrijk. We gaan de buiten even bekijken. Ja, ja, we gaan even kijken wat wij op het trapveldje eruit hebben gehad. Want voor de rest op de akker, ja, jullie hebben het gezien, die musketkogels. Ja, het is één keer even leuk om te filmen de hoeveelheid. Maar ja, daar schiet je niet op, hè. Het waren niet echt de toppers. Maar we gaan even de wrap-up doen. Dus kijken jullie met ons mee. Wat heeft Wesley allemaal? Ja, wat spannend, hè? Ja? We hebben 20 cent. We gaan het eerst even eruit halen allemaal. Ja, jij ziet het al. Weinig euro's heb ik getikt. Gulden nog. Oh ja. Die telt niet mee. Maar... Dat is die passetamunt, of niet? Ja,
pesetas. Oh. Nou, we gaan ze vertellen. We hebben hier een eurotje. Hier 3,50 euro. Nou, kijk eens. 4,20 euro. En 4,25 euro dan. Ja. Nou, dit waren de guldense. Dus nice, dit is nice. Een beetje, ja, en een, ik denk zilver. Dat gaan we nog even schoonmaken, maar. En die roermond uit, hè? Of, oh nee. Ja, oké. Okay. Ja, maar het gaat even om die taal gebracht, toch? Dus, dat heb ik gekeken voor die. Nou, zet alles, nice, weer, nice. Zet alles even terug, want nou komt het. Oké. Tel je mee? Ja. Oei! Twee. Ja, dan begint hij al, hè? 3 euro. 3,05 euro. Ja, 3,15 euro. 3,20 euro. 30. 3,50 euro. 4,50 euro. 4,70 euro. 6,70 euro. 7,70 euro. Oh, hij gaat het. 9,70 euro. 9,80 euro. 9,90 euro. 10. 10,20 euro. 10,30 euro. 10,32 euro. Godverdomme. Even op de camera. Hij is de grote winnaar. We hebben het gedaan, hoor. Ik kan er maar één de beste zijn. Hij heeft gewonnen. Ik moet toch een keer een Minelab eruit verdienen. Even kijken. Quest heeft gewoon gewonnen voor Minelab. Het is. Is wat. Maar het is, je moet er ook gewoon overheen lopen, hè. Hij, gewoon, moet je geluk hebben. Hij heeft gewoon gedaan vandaag. In ieder geval, hey. Leuk. Was gezellig. Was echt leuk eventjes met jou eens lopen vandaag. Zeker weten. En we gaan de volgende keer gaan we gewoon weer. Top. Ja, echt gezellig. Super. Tot de volgende.